Dames en heren, goedemorgen. Rampiere uit Den Bosch. Goedemorgen, lieve mensen. Jongens, dat kinderprogramma heeft 10 uur 86%, 10 uur 14%, 11 uur. Dus 10 uur heeft gewonnen. Het blijft bij 10 uur. We kunnen wel draaien op dit of dat, maar meerderheid telt. En 10 uur is massaal gestemd. Dus het programma begint om 10 uur. Dat is uit de doeken. En ik vind dat geweldig. Alleen de datum gaan we even plannen. Want volgende week is Rampiare jarig, 30 april. En we gaan eventjes een vakantie nemen. 3-4 dagen. En we beginnen in één keer op een zondag. En elke zondag komt die programma. En als u opneemt, het staat op YouTube. En dan kunnen die kinderen maandag ook kijken. Dinsdag kijken. Begrijpt u? Het wordt een beetje een kookprogramma. Net als Kajel gaat filmen, Diara nu gaat pannenkoek bakken. Ze gaan tekening maken. En daar komt een clown. Snapt u? En dan gaan we naar kinderboerderijtje. Die kinderen leren wat een geit is, wat een gans is, wat een hert is. Dus dan worden vragen gesteld, wat is dit? Dan gaan die kinderen thuis zeggen tegen mama en papa of oma. Deze geit, die ken ik. Begrijp je? Zo'n programma. En een stukje boembaloo komt erin. We gaan iets leuks maken. En jullie zijn alle tijden. Jullie mogen mij informeren. Zet dit erin. Of zet dat erin. Begrijpt u? We moeten samen doen. We moeten samen doen, dames en heren. Toch? Want toen jullie die 10 uur hadden gekozen, 1, 2, 3, 4, 5, allemaal 10 uur, 10 uur, 10 uur, kwamen een paar dames, eentje uit Suriname, zei 11 uur, ja. Want de tijdverschil is toch groot hier in Suriname. Maar het programma maken we in Nederland. En die kunnen ze overal kijken. Begrijpen, die staat toch op YouTube. Dus zo, lieve mensen, jullie moeten ons helpen. Wat we precies kunnen bijvoegen in die programma. Pannenkoek bakken vinden kinderen toch geweldig. Maar alleen die kleintjes moeten nu thuis met die gaas gaan moeilijk doen. Begrijpt u? Want Dia is 13 en Ranu is 12. Dus bij zijn van die moeder en Kajel mogen ze heus wel een pannenkoek bakken. Je weet toch? Vroeger gingen in Suriname kinderen van 12 jaar gehad koken rijst. Maar ja, die waren slimme kinderen. Maar dan in je gasasketje is een beetje levensgevaar. Ik heb gisteren genoten, boys. Oeh, jakkie. Ik had echt kloek. Ik ging dansen, als een gek doen. Ik weet niet. Ik was zo leuk na 11, 12 dagen. Snap je? Een borrel is toch lekker op zijn tijd. Maar niet elke dag. We zijn geen alcoholisten. Hallo. Kom op. Mooie, maar mooie. Mevrouw gaat dadelijk bami maken. Ik ga kippenlever bakken. Je weet toch. Kippenlever hoef je niet te snijden, mevrouw. Hou het heel. Ja, ne? En jullie weten ook. Mooie man, fijne dag. Het is 12:10. Ik ben naar de markt gegaan met mevrouw om krab te kopen. Is er niet. Die dooi toch? Is er niet, ik weet niet wat met die krab is. Is er geen tijd of zo? Mooie, lieve mensen. Die vakantie heeft een loterijtrekking.
Als jullie kunnen zeggen waar ik daar ben. Waar is die plek? Begrijp je? Dan ter waarde van 50 euro, gold label. En voor Suriname ook een prijs. Dan ga ik iets filmen voor die Surinaamse mensen daar lokaal. Waar staat dit? Snapt u? Daar komen ze ook aan ze trekken. Want die Surinaamse mensen gaan moeilijk ons winnen. Want wij wonen hier, dus iemand van jullie is altijd daar geweest. Maar bij de Surinaamse mensen is maar 1% kans. En wij hebben 55% om te raden. Janne? Goed zo, lieve mensen, tot zover de bericht. Dus help jullie mij ook met die ideeën wat we in die programma gaan zetten. Want 1 uur is zo klaar, hè. Als ik naar de hertenpark ga, is al een kwartiertje. Ganzen laten zien, die kinderen, eenden, kippen. Je weet toch, kinderen vinden het toch geweldig. En die gekke boembaloe. Daar kon ik moeilijk niet toch. Is heel leuk. Mooi, lieve mensen. Tot de keuken dadelijk. Goed? Oké, vrijdag en vrijdag, die boys van me zou klaar zijn dadelijk om 2:30. Toch? Ik ga niet meer zeggen glazen wassen. Gisteren heb ik al glazen gewassen. Mooi zereje. Doei, doei, lieve mensen. Lobby, liefde, gezondheid. En je weet het. Mooi. Dag iedereen.